Vooraleer we aan deze video beginnen wil ik zeggen, het is 2015 en ik dacht we hebben gewoon frisse nieuwe designs nodig om het jaar lekker in te gaan. Dus ik heb aan al mijn designers gevraagd om wat nieuwe intro's, banners, logo's, alles, facecam borders. Iedereen staat in de beschrijving. Nu even een dikke shout-out naar iedereen die iets heeft gedaan. Lennard Designs voor de epic facecam border die je nu nog niet ziet, want je ziet hem subiet wel. Robin Ligthart om mijn banner en mijn logo een beetje fresh te maken, nieuwe kleuren, nieuwe shit. En Jerry Kuijpers voor de intro die ik ga gebruiken voor vlogs. Zoals jullie gezien hebben in deze video heb ik gewoon de Where are you now? Intro weer gebruikt. Vind ik ook nog altijd super epic. Dus nu laten we beginnen. Advanced Warfare intro. Kom maar. Let's go. Ik zit hier met vandaag een nieuwe live kut commentary op Advanced Warfare. Natuurlijk zou het geen acid kut commentary zijn als ik geen epic onderwerp voor jullie had bedacht. Als jullie mijn social media in de gaten houden, dan heb ik het over Twitter en Snapchat. Zullen jullie waarschijnlijk wel gezien hebben dat ik weer geld heb uitgegeven, want ik heb een microfoonarm gekocht, een popfilter en een shock mount. Ik zal het even proberen te tonen met de camera. Hier zien jullie mijn Blue Yeti met de popfilter. En de shock mount is gewoon nog niet toegekomen. Dus ja, de shock mount is er nog niet. De shock mount is nog, ja, die was er gewoon niet in de winkel. Dus die is pas later verstuurd of zo. En die krijg ik dus maandag of dinsdag. Dus wordt helemaal nice, shock mountje, alles. En ik dacht, eigenlijk is YouTube wel duur. Eigenlijk is YouTube echt wel een dure hobby. Want zoals ik al veel heb gezegd, kwaliteit is belangrijk op YouTube. Dan heb ik het over webcam kwaliteit, microfoon kwaliteit, alles. De snelheid van je computer om te renderen, het editingprogramma, tot het beeldkwaliteit, tot eigenlijk gewoon alles van YouTube. Als je het goed wil doen, is het fucking duur. Natuurlijk kan je ook, als je gewoon een laptop hebt, de webcam van je laptop gebruiken, de ingebouwde microfoon, een gratis opnameprogramma en een game spelen op Funny Games. Het kutte is dan dat je waarschijnlijk niet zoveel likes en views gaat krijgen. Tenzij je PewDiePie noemt, maar ik denk niet dat PewDiePie deze video kijkt. YouTube is gewoon niet goedkoop. En het is echt een hobby waarin je moet investeren met de tijd. Want ik ken mensen die begonnen met YouTube en die gewoon meteen vanaf of voor hun eerste video al een Blue Yeti mic hadden gekocht, een Elgato Game Capture, de meest HD Logitech webcam. Dus eigenlijk gewoon alles al vanaf hun eerste video gekocht hadden. De reden waarom ik dat zou afraden is, soms zie je mensen op YouTube met een super nice banner, super nice logo, zieke intro, maar ze weten zelf nog niet zo goed hoe ze video's moeten maken. Ze moeten nog een eigen stijl krijgen, ze moeten nog juist weten hoe ze moeten praten en shit. En dan zit je daar met de investering van 10 miljard euro. En dan krijg je niet zoveel support. Wat echt jammer is dan als je veel geld in YouTube hebt gestoken. Even de rare enforcement crate ding laten vallen uit de lucht. Daar komt hij. Jongens, are you guys ready for this? En boom. Het waren weer perks. Hey, let's go. Het is beter dat je je kanaal qua kwaliteit en zo laat evolueren met de tijd dat je YouTube doet. Want mensen verwachten ook niet dat je vanaf 1 subscriber meteen 1080p, 60fps, super HD quality, klinkt alsof je een radiospreker bent. Dat verwachten mensen niet. Ze weten dat niemand zijn eerste video echt uber super perfect kan zijn. YouTube is gewoon een hobby waar je met de tijd beter in wordt. En het is belangrijk dat je evolueert door tips, door commentaar, door zelf ondervinden dat het niet zo makkelijk is. En gewoon weten waarvoor je aan het werken bent. Ik heb in augustus bijvoorbeeld 25 dagen gewerkt. Aan ongeveer 10 euro per uur. En ik kan jullie zeggen, in de horeca, want ik heb in de horeca gewerkt, verdien je aardig veel geld. Maar het probleem is, het is horeca, je doet er echt enorm veel voor. Dus het is sowieso, je verdient veel geld met te werken. Met echt alles te geven. En een deeltje van wat ik heb verdiend, heb ik uitgegeven aan een iPhone 5. Ik heb 200 euro gespaard. En al de rest wat ik nog over had. En ik kan zeggen, het was veel geld. Heb ik gebruikt om mijn YouTube te verbeteren. Ik heb een vlogcamera gekocht. Ik heb alles. Nieuw toetsenbord, nieuwe headset, nieuwe muis. Allemaal vette dingen gekocht. Maar het geld waarvoor ik zelf had gewerkt. Dus ik wist echt wel waarvoor ik aan het werken was. Ik heb gewoon, je kan het zien als, ik heb een maand van mijn zomer verkocht om mijn YouTube te beteren. Ja jongens, ik denk toch wel dat dat een like verdient. En ik ben heel tevreden van mijn investering. Ik had het niet anders kunnen hopen hoe het goed gegaan was. En ik had nooit verwacht dat ik 3000 subs ging hebben met nieuwjaar. Had tegen mij gezegd in de zomer: hey Nathan, met nieuwjaar ga jij 3000 subs hebben. Ik verklaarde je waarschijnlijk voor gek. En nu mensen, nee, haha, we hebben al bijna weer de 3100 subs. Ik ben de gelukkigste YouTuber van de wereld. En ik doe het graag. Ik ben blij dat ik heb geïnvesteerd in mijn YouTube equipment. Ik ben blij dat ik nu alles heb. Ik ben blij dat ik leuke, smooth video's kan maken voor jullie. En ik hoop dat jullie het even leuk vinden als mij, want ik ga niet stoppen. Ik zie het niet zitten om te stoppen met YouTube. Ik wil gewoon niet. Ja, ik kan me geen dag inbeelden zonder YouTube. Het is als het ware gewoon echt een verslaving geworden waar ik, ja, gewoon echt mee, ja, zoals sommige mensen verslaafd zijn aan voetbal en anderen aan basket, ja, ik ben verslaafd aan YouTube. Ik hoop dat jullie verslaafd zijn aan mijn filmpjes kijken, want dat motiveert me gewoon enorm om te blijven verder doen. Maar dan moet ik toch mensen ongelijk geven die zeggen dat de persoon met het meeste geld de beste video's maakt op YouTube. Met geld kan je kwaliteit kopen. Maar het wil ook niet zeggen dat stel je zo heel veel geld aan YouTube geven, met geld kan je je knowledge, je talent niet kopen. Het is gewoon beter worden en evolueren en leren hoe je video's moet maken. En zo word je gewoon goed op YouTube. Hey, haha jong. Hey, haha. Vergelijk het met Pokémon kaarten. Of gewoon met Pokémon in het algemeen. Nee, dat is echt de slechtste vergelijking die ik ooit ga geven. Maar ik zeg het gewoon. Je begint als een klein ding, die niet zo sterk is, maar er zit wel potentieel in. Die potentieel moet alleen vrijkomen. En wanneer die potentieel vrijkomt, wanneer je tutorials kijkt, wanneer je ideeën opdoet, evolueer je in iets beter. En je evolueert in nog iets beter. En je blijft evolueren tot je eindevaluatie uitkomt. En het moment van die eindevaluatie is, ja, jouw toppunt. En dan ga je niet meer zoveel commentaar krijgen. En ga je gewoon de meeste comments zien, supergoeie video en zo van die dingen. En daarom ben ik blij dat ik nu nog hier ben. Ik kan nog bijleren. Ik kan nog evolueren. Ik heb the time of my life. En hier zou ik dan ook de video willen afsluiten. Ik hoop dat jullie het een leuke video vonden. Ik hoop echt van jullie melden dat YouTube niet altijd om het geld gaat. Ik hoop dat jullie het een leuke video vonden. Ik ben Aceit. Ik zeg, spam die duimpjes omhoog. Check de designers in de beschrijving. Ik ben Aceit. Ik zeg, hopelijk zie ik jullie morgen met een nieuwe video. Ik ben Aceit. Adios.